Hele goedemorgen, het is woensdag en welkom bij een nieuwe vlog. Geen zon vandaag, grauw, benauwd. Toch, even een plak weer. Denk ik niet dat ik mijn was buiten kan hangen, want dat droogt voor gemeten natuurlijk met het vochtigheidsgraadje. Dus, maar goed, vandaag genoeg te doen. En vandaag komen mijn schoenen binnen, dus ik hoop dat ik thuis ben. Dat zou je net zien. Dus, ik ga eerst mijn medicijnen nemen, want mijn nachtje was niet zo best. Maar ja, vertel eens het nieuws. Toch? Outfitje is gewoon een simpel blouseje van de Primark. Die flare pants die steeds groter en groter wordt. Ja, ik val eraf. En ja, dat is kut. Dus. Visjes, die je niet echt ziet. Oké, nou hebben jullie wel de hele ochtend gehad. Gast die lolly. Van binnen. Dus ik ga ze even uitpakken en passen. Nieuwe schatjes. Ach, ze zijn zo leuk. Hij zit heerlijk. Top. Kijk, hier worden we gelukkig van. Ja. Oké, ik zal nu stoppen over mijn schoenen. Dus is het weer 3:15. En deze meid is ook thuis. Hallo. Gezellig. Dus, even lekker door toch geweest met z'n tweeën vanmiddag. Yes. Even spannend de zeeman geplunderd. Nieuwe onderbroeken, nieuwe sokken, je kent het wel. Moet ook gebeuren. Dan slip je in je reet, hè? Schone sokken. Dus, zover het eten beginnen. Eet de silicon carne. Ja. Dus dat ga ik zo. Dus dat ga ik even mekaar flansen en dan komt alles alweer thuis. Dus, let's go. Okay. Gaan eten. Nog wat eten. Nog wat eten. Nu eet later. Noemen we zomer in Nederland. Hele goedemorgen, het is donderdag en ja, ik heb gisteren weer de vlog niet afgesloten. Daar heb ik zomaar redenen voor, ga ik verder niet op in. Deze meid is er ook gezellig bij, die gaat zo naar school. Want het is 8:00. Dus jij gaat naar school en ik ga even dingen doen en dan makkie aan. Ja, toch? Ja, jij kan wel gaan, ik zit ook al over 4:00. Ja. Ik zit tot 9:00. Dus, maar goed. Gast die lolly. Hoe donker het is in huis. Ik heb een lampje. Ik had lekker mijn was buiten gehangen, maar het wordt ineens donker. Kijk, daar staat de was. Is nog nat. Moet er in die kut drogen. Check die lucht. Ze voorspellen ook een zooi onweer, hè. Het ziet er niet best uit. Jullie hebben honger, hè. Ik ga dadelijk eten. Want het heeft een beetje hard geregend dat mijn luxeflex naar beneden is getiefd. Dus dan moet even nieuwe verhalen. Klasse, kloten weer. En het is 1:30 en mijn verse groentesoepje staat te pruttelen. En ik krijg heel veel de vraag van waarom doe je een theezakje in je soep? Dat is geen theezakje, het is een kruidenbouillonzakje. Aanrader. Haal ik lunch, maar wat kut weer is, bakken we maar 3 eieren en koken we 2 eieren. En waarom eet je zoveel ei? Vragen mensen zich af. Eieren. Ja, het maximale is geweest 15 eieren per dag. En gaan jullie beginnen, ah, slecht voor je cholesterol. Dat is al lang achterhaald, echt waar. Dus nee, ik heb het gewoon nodig. Nou, ik zoveel ei. Ei. Blij ei, ei. Dus dan gaan we dat maar eten. Ron is totaal streng is hij toen nat, hoor ik net. Arme jongen. Ze komt naar huis dan, maar hij kan niet weg. Dus kut. Maar goed. Ik vermaak me wel. Ik ga lunchen. Chick is thuis. We gaan eten. We gaan pizza eten. Ik ga mijn soepje eten. Mijn smeerseltjes en zo. Dus. Bye. Hele goedemorgen. Het is vrijdag. Bijna weekend. Aangekleed. Moet alleen mijn schoenen nog aan. Boodschappen doen. Ik weet niet. Ik denk lekker chillen. Ik heb een top nog gehad. Maar ja, waarom moet ik dat elke keer nog zeggen? Ik heb geen zin meer om dat te zeggen. Dus, maar goed. Even gas op die lolly. Maar we zijn aan het eten, hè, chick. Mm-hmm. Ron is net weg. Dus wij gaan weer verder eten. Een hele goede morgen. Het is zaterdag. 9:10. Wakker.
Het is best wel fris volgens mij. Ja, het is fris. Ja. Ik heb niet veel te zeggen, maar ik heb geen zin om te lullen. Of boodschappen doen, dan zie ik het wel. Dus, let's go. Inmiddels wel even thuis en we zijn alweer weg geweest. Zo, overbelicht. Er zit op mijn lens. Ja. Even naar de HEMA geweest. Even Bami te koken. De rest eten. Frituur. Alleen Ron is niet zo gek op frituur. En ik ga dadelijk voor mezelf een wokgerechtje maken met een beetje Bami. Ik zie ook, zeg, weer dan Bami eten. Ja, nou is goed. Nou, top. Weer een paar frik of nee. Toen had ik nou voor hem gehaald, kroketten veel nul gehad. Maar goed, die gaan we. Dus, en ik ga zo even lekker op een zonnebank. En ja, chill. Ja, ik heb nog steeds gezien te lullen. Ik weet het niet. Ik zit gewoon even in mijn eigen wereld opgesloten, geloof ik. Ik heb gebeuren. Dus. Maar goed, het is ook echt van druilerige shit weer. Daar word je ook niet vrolijk van. Nee, ik niet in ieder geval. Dus, ik ga even mijn dingetjes doen en dan zonnebank. Alles weer gesneden. Afsluiten, chick. Ik ben aan het strijken. Moet ook gebeuren. Twee blouses om precies te zijn. Goed bezig. Toch? Heb jij nog wat te melden? Nee, niet echt. Nee. Oké, dan ga ik zeggen bedankt voor het kijken. Ik zie je morgen. Doei.